komen. Oh, shit. Dit is gewoon vroeger een kroeg geweest. Hij stopt op het terrein? Stopt op het terrein. Wie? Een man op een fiets. Ja. Waarschijnlijk komt er zo dus politie. Hij staat daar zo voor aan beneden. Ik heb de auto gewoon half naar binnen gereden hierachter. En we gaan nu via de tuin van deze kroeg naar binnen. Ik ben echt benieuwd wat ik hier beneden allemaal zie. Het is echt een hele onbekende locatie. Waarschijnlijk kunnen we hier via een raam naar binnen. Die is niet open. Dan zal het of die andere raam zijn of deze deur die open gaat. Die gaat nu al open. Holy shit. Ik ga ook binnen kijken. What the fuck is dit? Hier heb je dus gewoon een heel huis. Met allemaal spullen. Dit is gewoon een woonkamer, hoor. Alle medicijnen en dingen zitten hier ook gewoon nog in. Dit is echt een locatie waarbij ik het idee heb dat er zo meteen gewoon nog iemand hier binnen loopt. Dit is gewoon nog in gebruik voor mijn idee. De fuck is dit? Die medicijnen die hier gewoon in de kasten liggen. Alle sieraden zijn er nog. Hier liggen gewoon kettingen. Alles ligt er nog. En dan kom je waarschijnlijk hier, waar wij voor komen. Oh, shit. Dit is gewoon vroeger een kroeg geweest aan zijn huis. Hij woonde hier dus achter. En dit is zijn kroeg. En alles in deze kroeg staat nog. De flessen zijn wel opengemaakt, maar je ruikt de bier gewoon nog echt heel sterk hier. Hier, deze biertjes zijn echt gewoon net dood gegaan voor het idee. Net opengemaakt door iemand. En hier heb je de bar. Echt heel bizar. De prijzenlijsten. Klein beetje overhoop gehaald. En dit was gewoon de kassa. In zijn la. En ik ben gewoon zelfs gewoon serieus bang. Dat als ik deze tap open zou trekken, dat er nog bier uit zou komen. Maar dat is niet het geval. Ik sta nu gewoon hier zo. Binnen in een café. Met aan de zijkant zijn eigen huis. Die man woonde hier. En die had hier gewoon langs de kant zijn eigen café. En ik heb gewoon het idee dat in deze locatie waar we nu zijn, die eigenaar gewoon binnen kan komen, terug van vakantie. Alles staat er nog, de prijzenlijst, de kassa, alles is gewoon nog aanwezig. Oeh, er staat daar zelfs gewoon nog een telefoon, moet je zien. Hier, de telefoon staat hier ook nog gewoon. Ik ben echt gewoon bang als ik die licht aanklik, dat die licht dat ook gewoon gaan doen. Dus dat gaan we nu maar niet doen. Wow. Holy shit. Hier staat gewoon nog zijn voorraad fris. Ik snap niet waarom die dat achter heeft gelaten. Als je ermee stopt, dan lever je dat toch in. En als je doodgaat, dan levert je familie dat toch in. En hier zo in de koelkast. Ja, het gaat. Oh. Even wat feestelijk. Holy shit, die koelkast is best wel. Denk even naar de datum kijken. Ik ben wel benieuwd, hier hangt de kalender. Ik vind kalenders altijd leuk. Maart 2017. Dit is al nog maar een jaar leeg. Oh, hier heeft die man geslapen. Dit is zijn kamer, hier. Al zijn spullen staan ook gewoon nog bij het bed zoals het achter is gebleven. Deze locatie is zo bizar, jongens. Wow, dit ga je niet menen. Zelfs gewoon nog geld. Er ligt gewoon nog geld in de portemonnee. Zelfs de portemonnee van deze meneer is niet weggehaald. Allemaal familiefoto's, er ligt geld hier. Deze locatie is echt bizar. Kijk hier gewoon zijn slaapgedeelte, hier sliep hij. Daarom stond hier zo'n bordje privé boven en hier heeft hij gewoon zijn bar. Met aan de andere kant nog een woonkamer. Dit is zo ontzettend tof. Het ziet er zo ontzettend mooi uit. Waarschijnlijk is deze meneer hier overleden. Staat hier een rouwkaartje? Mooi. Ja. Ik heb heel veel foto's van hem gevonden. Ik ga hem niet in beeld brengen, ding of zo. Hier liggen zelfs nog die portemonnee van hem, maar er staat een naam op. Overal bakjes voor de kaarten. Ja, ik zal het. Ik ga me niet mee als ik deze koekjes open doe. Ja hoor. Dat hij gewoon nog helemaal vol staat. Met allemaal nieuwe flessen.
alcohol, cola. Het staat gewoon helemaal vol. Nieuwe flessen wijn. Alles staat er nog gewoon in. Allemaal nieuw. Allemaal jupilair wat hier geschonken werd vroeger. En hoegaarden. Zoals de laatste peukje ligt hier nog. Echt zo bizar deze locatie. Zou ik van jou een cola mogen maken? Ja, er staat er wel echt dichte cola. Dichte laag? Ja. Dat lust ik wel eigenlijk. Ja. Dan moet je echt flink betalen. Hoeveel? 100 euro. Zo. Ik wou wel eens een keer getaten. Op zijn fiets. Want hij is echt hier. Hij stak je over. En die is hier zo. En die is hier zo. Oké. Mijn hart shake zo ontiegelijk erg. Hij staat gelukkig niet bij mijn auto. Maar ik weet niet waar die wel is. Die man stopte dus met zijn fiets hier. Ik hoorde hem ook. Alleen we kunnen hem nu niet meer zien. We moeten alles wel even goed in de gaten houden. Misschien moeten we zo vluchten. Maar check dit. Zelfs het horloge en alles ligt hier nog. Dit is echt zo bizar. Kijk al deze schilderijen die hier liggen. Misschien kan ik hem hier zien. Die man. Waarschijnlijk komt er zo dus politie. Van een jachtgeweer hier. Echt sick. Die man stopt hier, we kunnen hem nu niet meer zien. We weten niet waar hij is. We zijn sowieso de Sjaak. Ik ga nu even SD-kaart wisselen. Dan heb ik in ieder geval deze beelden nog. Hij staat daar zo voor aan beneden. Maar daar staat die man dus. Dus we moeten hem eigenlijk nu zoeken. Sorry voor mijn taalgebruik, sorry voor alles. Ik ga nu naar de andere toe, want dit is echt wel heel vervelend. Met ook allemaal sieraden en dingen. Maar we moeten nu naar de auto. Ik wil dit zo graag laten zien, jongens. Hier even een landweggetje op. Ik heb even scheid aan nu. Hop, holy shit. We zijn even weggevlucht. Dit was heftig. Ik moest stond vooruit erin. Jullie hebben vanaf buiten de auto gezien. Vervolgens moest ik dus keihard achteruit en vooruit weer weg. Ja, die gast die stond daar zo voor het huis te wachten. Jullie hebben hem waarschijnlijk nog gezien. Ik denk dat Arno het wel gefilmd heeft. Maar dit is echt zo ziek. Zoveel adrenaline. We dachten, ze staan bij de auto's. Dit was echt heel heftig. Holy, holy, holy. Ik ga het woord niet zeggen. Maar ik heb er toch shit aan. Oh, oh, oh. Dit was heftig. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken, te abonneren. Dat kan hier beneden. Check de Insta van Luc en het kanaal van Exploring Me. Die staat ook in de beschrijving. Ik heb gewoon de hik. En dan checken jullie volgende week donderdag bij een nieuwe video. Laters. Ah, kan niet meer.